als centrale bankier dat jij niet kan bedenken wat de bijvangst van gratis geld is, dat is echt een katastrofale stomiteit. Dan ben je monumentaal incompetent als centrale bankier. Oh ja. Sorry Lex, maar... Stop met dat hele precieze inflation targeting. Heb niet de pretentie dat je de inflatie tot op de 10% kunt en wilt sturen. Ja. Ja, dat is dan toch een vorm van free banking. Of, nou ja, free banking is ook een heel breed terrein natuurlijk. Hè? Maar niet dat je bij wijze van spreken ook je eigen muntjes nog kunt beginnen. Want dan wordt het natuurlijk een chaos. Nee, maar als je niet je eigen munt hebt, dan is er dus een euro. Dan is er dus een moeder van de euro. Ik denk dat we de realiteit onder ogen moeten zien. We leven in een geweldig welvarend deel van de wereld. De hele westerse wereld is heel erg welvarend, maar het is geen paradijs. Zoals Kees straks zei, voor alles moeten oplossingen komen. Voor alles komt een oplossing. Give me the money. Wordt alleen niet gezegd wat dat moet kosten. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Holland Rot. We hebben een volle kamer vandaag. We zitten hier met vier man sterk. En naast mij Robert Snijder van Wissekerken. Mijn collega aan de overkant heb ik 100 jaar aan monetaire ervaring. Mannen, beide van het fijne bouwjaar 1956. Kees de Kort, voormalig commentator bij BNR en nu vrije econoom. Vaak ook de gast hier. En Lex Hoogduin, voormalige directeur bij DNB. En nu emeritus hoogleraar en docent aan de Rijksuniversiteit in Groningen, economie. Mannen, waarom zitten wij hier in deze samenstelling samen? Ik moet hem nog even toe te lichten. 3 maanden geleden interviewde Robert met collega Sven Kees. Waar Kees eigenlijk weer steeds duidelijker werd dat... duidelijker aangaf dat het financiële systeem toch echt wel aan het ontsporen was. Ja, daarna heb ik nog een keer met Kees gezeten, een maandje geleden. En toen begon Kees langzaam maar zeker zijn visie te ontvouwen over hoe het wel zou moeten. En dat kwam eigenlijk op neer dat de ECB moet worden gekortwiekt. Of althans in ieder geval drastisch ander takenpakket. Eigenlijk zou de ECB zich alleen maar moeten bezighouden met het toezicht houden van banken. Dat las Lex ook op Twitter. Die reageerde erop van ja Kees, dat is niet af dat plan. Dat zou eigenlijk betekenen dat je ook voor een exit uit de eurozone bent. En dat je voor free banking bent. Dus nou, dacht ik, jongens, dan moeten we bij elkaar komen om dit verder te bespreken. Want dit klinkt als een interessante dialoog. En kijken of we van beide vatten kunnen tappen. Kees, kun je allereerst nog eens duidelijk maken wat er wat jou betreft mis is met het financiële systeem? Je hebt het natuurlijk al 100.000 keer gedaan. Maar dit keer nog een keer goed met input ook vanuit Lex. En dan gaan we daarna praten over wat dan de oplossing zou kunnen zijn. Dan gaan we echt inzoomen ook op free banking. Het vrije bankieren. Lex heeft ook nog een boekje meegenomen van Hayek. Dus dan gaan we echt kijken van oké, wat kunnen we beter doen? Maar stap 1 nog eventjes van wat is er mis? Nou ja, de achtergrond van mijn idee is dat op een gegeven moment, jongens. Hoe heeft de ECB het gedaan? De afgelopen 25 jaar. Hè? Is dat beleid succesvol geweest? Ja of nee? En hoe erg was het allemaal? Als je de acties van de ECB op een rijtje zet sinds 2002, sinds 2003. Ja, dan denk ik dat hun track record tamelijk treurig is. Nou, en als je zegt van, is dat erg? Als je in een klein bedrijf een hoop fouten maakt, maakt dat niet zoveel uit. Vervelend. Misschien gaat het bedrijf hier. Dat is dan ook wel zo. Maar de ECB heeft echt een ontzagwekkelijk belangrijke rol in de samenleving. Geld. Hè? Alles wat met geld te maken heeft, wordt geraakt door de ECB. En geld is een enorm belangrijk iets. En daar hebben ze in mijn beleving in de afgelopen 5 jaar veel, veel afslagen gemist. Dus mijn achtergrond is dan van nou, als we het daarover eens kunnen worden. We hebben de financiële crisis gehad in 2007. Nou, dat is de schuld van de banken geweest. Maar de toezichthouder heeft het laten gebeuren. Dus je hebt daar als toezichthouder gefaald. Want anders kan er geen crisis ontstaan. Nou, dan heb je 2010, 2011, dan komen ze met gratis geld en quantitative easing. Nou, als je nadenkt over wat daar de consequenties allemaal van zijn, en of wat de positieve en negatieve punten van zijn. Positief is dat we tijd winnen. Negatief is allerlei bubbels, huizenmarkten, zwakke financiële stelsels. Dat kan ik wel even doorgaan, dat zal ik niet doen. Maar ik denk dat de balans ook in het monetaire is extreem negatief is. Dus mijn insteek is dan, moeten we niet eens gaan kijken van, kan dat beter? Zo ja, wat? En daar heb ik dan niet helemaal doordacht. Ik ben op een kort bezig natuurlijk. Maar dit is een doodlopend weg. Hier worden dingen vooruitgeschoven.
En de problemen worden groter. Dus ja, het wordt tijd voor een soort, moeten we iets naar de ECB kijken? Wat moeten ze nog wel blijven doen? En waar moeten we eens keren? Wat kan beter met betere resultaten? Nou, dat is het begin van de discussie, want wat mij ook ontzaglijk intrigeert. Het kan in de samenleving maar iets gebeuren of er ontstaat een enorme discussie over. En dit is ECB, geld, rente, belangrijk. Het maakt helemaal niet. Er is geen enkele discussie over die ECB. We kijken alleen maar of mevrouw Lagarde de rente misschien een puntje gaat, een kwartje gaat verhogen of laag. Meer discussie is er niet, maar over de consequenties. Geen woord. Terwijl het er echt vrij negatief zijn. Dus vandaar mijn idee van laten we eens over beginnen. Van, kan dat niet een stuk beter en hoe moeten we dat dan aanpakken? Ja, Lex, dan eerst de probleemanalyse. Kees zegt eigenlijk was er als gevolg van een gebrek aan goede toezicht was er een crisis in 2007, 2008. Daarna is er een periode van gratis geld begonnen. En dat zijn allerlei grote problemen die te wijten zijn aan de ECB. Deel jij die probleemanalyse? Ja, ik deel hem. Ik maak hem alleen wat breder. Ik denk dat de wortels van de problemen eigenlijk teruggaan tot begin jaren 70. Toen het geld, zoals ik het noem, ontankerd is geraakt. Toen de liquiditeit, de koppeling aan het goud is toen losgemaakt. Waarbij het systeem ontankerd is geraakt. Dat heeft een enorme groei van het financieel systeem mogelijk gemaakt. Van banken, van de kredietverlening, van de schulden, van de geldvoorraad. Dat heeft eigenlijk van de economie een soort waterhoofd gemaakt met een heel groot financieel systeem en een kleine reële economie. Dat heeft, dat is het begin van de jaren 70, is dat ook al gesignaleerd. Toen begon eigenlijk meteen al te blijken dat systeem ontankerd was geraakt. De inflatie van de jaren 70 gehad. Toen is er ook nagedacht over eigenlijk dezelfde vraag waar we nu weer over gaan hebben. Onder andere door Hayek, die je al hebt, genoemd. En die zei, ja, als wij zo doorgaan, dan krijgen we hoge inflatie. Dan gaan we de marktwerking gaan we uitschakelen. Er komen prijscontroles. Overheden, die krijgen enorm veel ruimte om uit te dijen. Dat gaat uiteindelijk ook de democratie ondermijnen. Dus dit systeem, dat werkt niet meer. We moeten aan iets anders denken. Als je niet de koppeling aan goud hebt, dan moet je aan andere dingen denken. Nou, als ik dat wel even doordenk, dan is vervolgens waarschijnlijk tegen de verwachting van Hayek in, is Paul Volcker gekomen. En die heeft het gedaan wat Hayek waarschijnlijk niet voor mogelijk hield. Die heeft enorm de rente verhoogd via een recessie. Is de inflatie toen onder controle gekomen. En toen zijn we een periode ingegaan die achteraf bijzonder is geweest. Want toen leek de inflatie, zoals we hem traditioneel meten met de prijsstijging van consumptie, die leek onder controle. Die was heel erg laag. En centrale banken die hebben dat toen toegeschreven aan hun eigen perfecte beleid. Onafhankelijke centrale bank die zich richtte op de inflatie. Inflation. Targeting. The great moderation. Dus, dus als ik even de ECB zou moeten verdedigen, dan zou ik zeggen, Kees, waar heb je het nou over? De ECB die streeft naar prijsstabiliteit. Als je nou gewoon tijdens de hele periode uitrekent wat de gemiddelde inflatie is geweest, dan is dat vele malen beter dan wat de Bundesbank ooit heeft gedaan. Maar het probleem is verstopt geweest. Want wat gebeurde tegelijkertijd in die periode? Als globalisering en de opkomst van China en andere emerging markets enorme prijsdruk uitoefenden. En daardoor leek de traditionele inflatie was weg. Maar het financieel systeem is enorm opgeblazen in die tijd. Met al die risico's die ik net aangaf. Dus ik kijk er over een langere horizon naar. En dit is niet alleen een ECB-probleem. De Fed heeft hetzelfde probleem. En de Bank of Japan die heeft er nog een paar andere problemen. Kijk, daar heeft Lex natuurlijk gelijk in. Maar ik begon met de ECB. Ja. Als je mij had gevraagd, is er daarvoor ook iets gebeurd? Ja, natuurlijk, want ik geef al tijden presentaties over precies wat Lex nou zegt. De financiële sector een waterhoofd is geworden ten opzichte van de economie. Dat is niet begonnen met de komst van de ECB. Dat is een veel langer verhaal. Dat is ook een beetje het punt. Hè, wat de ECB, ook een beetje al derivaten, speculatie. Dat zijn allemaal dingen die al heel erg lang groeien en in de laatste 15 jaar nog veel harder gegroeid zijn met alle consequenties van die, waar de ECB ook geen enkel antwoord op heeft en ook helemaal niks mee doet. Ja, maar het is eigenlijk een wereldwijd fenomeen. Ja, en het gebeurt ook. Ik zeg het om inderdaad te laten zien dat het een probleem is van
het gevoerde monetaire beleid. Ja. Eigenlijk ook het budgettaire beleid, als je dat er aan koppelt. Zodat de oplossing is niet simpel. We zeggen, nou ja, oké, okay, dan schaffen we de, gaat iedereen maar weer zijn eigen centrale bankieren doen. Het is echt een systeem, een fout in het monetair financieel systeem wereldwijd. Nou ja, kijk, ik geloof dat ik al in 2003 begonnen ben over Japan. En die, dat zijn onze voorlopers natuurlijk. Hè. Alles wat er nu gebeurt, de afgelopen 15 jaar gebeurd is al eerder in Japan gebeurd. Dus als je wil weten wat er gaat gebeuren, hoef je alleen maar te kijken naar de ontwikkeling in Japan. Die economie is gewoon bevroren. Want gratis geld is niet oké. Okay. Gratis geld leidt uiteindelijk, dat noemde ik gewoon nog niet in mijn lange reis. Nee, maar krijg je minder productiviteit, minder economische groei, verkeerde allocatie. Dat is zo raar, weet je wel. Dan vertrouwen mensen niet meer. En dat is mijn punt. Vertrouwen is belangrijker dan rente. Gewoon het basisvertrouwen. Durven wat. Als er heel veel gekke dingen gebeuren, gaat iedereen op zijn handen zitten. Dus in Japan zie je gewoon dat die economie bevroren is. Dat doen we gewoon niks meer. Want gratis geld, negatieve rente, 0,5%. Wat betekent dat? Ja, dat weten we nog steeds niet. Dus, maar dan blijven we op ons handen zitten. Vertrouwen is cruciaal in dat verhaal. Maar Kees, je hebt gelijk, maar dat is een extreme variant van wat we ook in de Verenigde Staten en Europa zien. Dalende productiviteit, minder groei. Doordat geld eigenlijk niet de juiste prijs heeft. Geen ook door de allocatie van investeringen. Nee, maar ook omdat we het gewoon, weet je, wat gebeurt er allemaal? Als je het niet begrijpt, dan doe je niks. Dan ga je op je handen zitten. Iedereen gaat op zijn handen zitten. Ook al is geld gratis. Want ondanks het gratis geld, dan zou je toch zeggen, nou, we maken, dat is natuurlijk het traditionele centrale bankiersrecept. Dat was natuurlijk in 2008 ook. Crisis, rente verlagen en dan gaan mensen weer lenen om te besteden en te investeren. Maar dat is gewoon ook in Europa na 2011 niet gebeurd. Want die groeicijfers, dat weet Lex ook wel, die zijn jarenlang gewoon 2-3%, niks bijzonders. En de kredietverlening viel ook allemaal tegen, omdat je het gewoon niet vertrouwt. En dan kom ik terug op Volcker. Volcker die heeft op een gegeven moment een recessie veroorzaakt. Maar wat hij in wezen gedaan heeft, is het vertrouwen in het geld teruggebracht. Want dat was natuurlijk ontspoord in de begin 70 jaar in de VS. Eind 70 jaar. Dus hij is begonnen met een draconisch beleid. En langzaam maar zeker kregen mensen weer meer vertrouwen in het systeem. Maar zie je datzelfde niet nu ook gebeuren? Dat doordat de Fed en de ECB die rentes fors verhoogd hebben en nog steeds aan het verhogen zijn, dat het vertrouwen straks terugkeert in de Dat moeten we afwachten. Want Volker moest de eerste rente verhogen tot 16-17%. 20 hebben we gehad, hè? Korte rente. 20, hè? Boven dus dat was, 21 volgens dat me. Was echt die schok. Dus de beuk erin gooien. Nou, kijk, er gebeuren wat dingen. Dus heel langzaam kwam dat. En dat is uitgeleid op die renteverlaging. Waar het lijkt snel verhaal. Die renteverlaging van Nederland tot 12,75 in 84 naar een procentje 3,4 een jaartje of 10 geleden. Dat heeft meer te maken met vertrouwen dan met andere dingen. Ja. Nou, kijk, ik denk vertrouwen is van belang. Maar ik wil herhalen dat door die lage rentes, eigenlijk structureel te lage rentes, er ook allerlei activiteiten tot stand komen die gewoon een lage productiviteit hebben, omdat die financierbaar zijn bij een lage rente. En dat drukt dan, als je dat voor de economie als geheel doet, dat drukt je productiviteitsgroei en je economische groei. Dus dat komt erbij. En of dat nu hersteld wordt, ja, ik zou zeggen, dat is eigenlijk nog te vroeg om dat definitief te kunnen stellen. Maar wat ik geen goed voorteken vind, is dat heel veel mensen en partijen en ook centrale bankiers in Europa met name eigenlijk meer gefocust zijn op hoe kunnen we de inflatie onder controle krijgen zonder dat we iets met de groei doen, dan te zeggen van wat moeten we doen om de inflatie onder controle te krijgen en het vertrouwen te herstellen. Ja. Maar veel verwijten kun je ze nog niet op dit moment, omdat we zitten nog steeds in die opgaande lijn. Exact. Robert, je wilt vragen? Nou, ik zat meer te denken van dat is dus in de jaren 70 begonnen, hè, die loskoppeling, dat er dus geen koppeling meer met goud was. En eigenlijk hebben we dus steeds meer op de pof geleefd. Maar hebben we daar ook wat aan gehad? Of was het als we dat niet gedaan hadden, was dan niet in het begin zeg maar slechter gegaan? Kijk, de laatste 20 jaar. Nee, ik denk dat dat. Nee, zou mijn antwoord zijn. Want wat gebeurt er als je een te ruim monetair beleid voert en de rente te veel verlaagt? Dan krijg je, en dit is Oostenrijkse economische theorie, dan krijg je boom-bust cycli. In eerste instantie werkt dat goed. Doordat de rente laag is, gaan mensen meer uitgeven, gaan meer consumeren. Het lijkt aantrekkelijker om meer te investeren tegelijkertijd.
Dus de economische groei die neemt toe. Maar als jij een rente vaststelt die te laag is, dan bouw je een inconsistentie, een onhoudbaarheid in de groei op. Dus die groei is onhoudbaar. Dus je krijgt het gaat omhoog, maar dan blijkt achteraf dat je ja, dat het niet past, laat ik het zo zeggen. En dan zakt het weer terug. En dan is eigenlijk die groei, die gemeten groei, ja, dat is schijngroei geweest. En dat moet weer terug. Ja, maar goed, lijkt het natuurlijk een beetje de essentie van de economie. Daar hebben we hier al vaker over gehad. De economie is cyclisch. We zijn met elkaar wel eens een keer te positief als samenleving. Dan groeien we hard en dan gebeuren ook allemaal rare dingen. En op een gegeven moment, ja, dan blijkt dat het niet houdbaar is. En dan krijg je wat, dan moet als het ware de uitwas uit het systeem gevrongen worden. Ja, en dat is dan als het ware de aanleiding voor een recessie. Wat nu ook de afgelopen 30 jaar gebeurd is, de afgelopen 30 jaar mag het niet meer slecht gaan. Nee, dat klopt. Ja, dus een normale economie is cyclisch. Goede tijden met elkaar, euforie. En op een gegeven moment draait de tij. En als we maar zien dat er een minnetje gaat komen, gaan we ingrijpen. En dat proces, hè, van als het goed gaat, gaan we wel enthousiast als ingrijpen. We gaan ingrijpen als het misgaat, wordt er niets uit de economie gewrongen. Dat betekent dat de onevenwicht in de economie gewoon er niet uitgevonden wordt, maar blijven zitten. Dus we zijn al 30 jaar verder, want dat proces is begin jaren 90 begonnen. Dat we gewoon niet meer tegen tegenslag konden. Dat heeft natuurlijk ook hele grote, langjarige consequenties in de loop van de tijd ontstaan. De onevenwichtigheden zijn veel groter geworden. En die moeten ook allemaal, die moeten als je wil weer recht zetten, die eigenlijk allemaal uit het systeem gewrongen worden. Maar we kunnen niet meer tegen slecht nieuws, Maar dan moet er wat gebeuren. Dan moeten we geholpen worden. Dat mag niet leiden tot consequenties. Maar ik ga een stap verder. Ja, wat Kees zegt, en ik vertaal het even theoretisch. Okay. Dat is eigenlijk standaard. dat is hoe standaard Keynesiaan ook naar kijken. Die zeggen, ja, de economie die is cyclisch. Je hebt momenten dat het vertrouwen zakt in. Dan ga je in een recessie. Dan krijg je werkloosheid. Animal spirits. En dan moet je, animal spirits die zijn zwak en dat moet je dan corrigeren. We hebben de pretentie dat die economie gewoon moet blijven groeien. En ieder beetje werkloosheid, dan ga je stimuleren. Dus je overstimuleert. Dat is één verhaal. Daar zit wat in. Maar ik ga een stap verder. Wederom zet ik even de Oostenrijkse bril op. En ik sluit aan bij het verhaal wat ik net zei. Kijk, wat overheden en centrale banken doen, is systematisch de rente te laag hebben en de economie te veel stimuleren. De rente te laag, niet de evenwichtsrente die in de markt tot stand zou komen als je niet dat beleid van die overheid zou voeren. Maar leidt dat toe? Dat leidt tot die boom. En dan vervolgens krijg je, omdat het onhoudbaar is, krijg je de bust. En dus de cycliciteit wordt voor een heel groot deel gemaakt door het beleid. Is niet iets wat een eigenschap van de economie is. Wordt juist gemaakt door het beleid. Doordat het probeert de zaak verder op te stoken dan kan. Dan krijg je een recessie. En dan zegt de Keynesiaan wat ik net zei. Die zegt, hey, recessie, je moet stimuleren. Oostenrijk zegt, nee, dat is een correctie. De fout heb je in de boom gemaakt. Dat is een correctie op de eerdere te overvloedige monetaire beleid. Dus wat gebeurt er dan? Als de werkelijkheid door de Keynesianen wordt geïnterpreteerd zoals die wordt geïnterpreteerd, dan zie je dat er voortdurend kicking the can down the road komt. En dat je steeds grotere uitslagen krijgt, want dan is die recessie er. Dan zegt de Oostenrijker, nu moet je het gewoon zijn gang laten gaan. Nu moet je zorgen dat de economie herstructureert, de rentes weer op normale niveaus komen. En niet dezelfde fout weer maken. Keynesiaan, die gaat gas geven en voorkom je de recessie. Maar je bouwt nieuwe onevenwichtigheden op en die worden steeds groter. Nou ja, ik heb voor de aardigheid wel eens bekeken naar de begrotingstekorten van de afgelopen 25 jaar in de wereld. En begrotingssituaties. Nou, begrotingsoverschotten in 25 jaar, dus ook in de gouden tijden, 2004, 2005, zijn er heel erg weinig begrotingsoverschotten geweest. Hè? Alleen maar begrotingstekorten. Ik kon geloof ik 1-2 landen vinden waar het 1-2 jaar een 10% plus of een 0,5% plus. En voor de rest gewoon 25 jaar mondiaal begrotingstekorten. Goede, slechte tijden, begrijpelijk. Normale tijden, minder begrijpelijk. Goede tijden, ook gewoon begrotingstekorten. Ja, weet je wel. Nee, maar dit is de Keynesiaanse filosofie. Maar zelfs in goede tijden, Lex. Maar voor de Keynesiaan zijn de tijden nooit goed genoeg. Nee, maar dat is gewoon zo. Er is altijd, zodra een lange werkloosheid is, zit je niet op volle capaciteit. Dus dan moet het opgestookt
worden, dan zit je op volledige werkgelegenheid. Dan zeggen ze van ja, je moet het herstel niet in de knop smoren. Dan gaat het dan weer omlaag. Nou, dan moet er weer extra gestimuleerd worden. Dus het beleid, en dat geldt voor de budgettaire, maar ook voor de monetaire, is heel asymmetrisch. Er wordt veel meer gestimuleerd dan er wordt geremd. En zo krijg je bijvoorbeeld ook die dalende rente. Maar nou terug naar de ECB. Dat is wel vrij belangrijk in dit verband. De Keynesiaan, dat is het overheidsbeleid, dat is, zitten de politici aan de knoppen. En kunnen nog billiken dat ze ingrijpen als het een beetje misgaat. Het is niet verstandig, maar er is er iets voor te zeggen. Maar de ECB, Paul, ik heb het hier al vaker gezegd, die hebben gewoon allemaal 8-jaarscontracten. De monetaire autoriteit, niet de ECB, maar de Fed ook in Japan. Juist om niet politiek te zijn, om te doen wat verstandig is. En wat blijkt nou in mijn, dat is even mijn commentaar op de monetaire autoriteit, de ECB is er een van. Ja, die zijn nog politieker dan de politici. Zij tot Forst die Rittent Vogel. Dat is toch eigenlijk... Paul, het is nou met, als je kijkt naar Amerika, hebben ze een dual mandaat. Ze hebben zo eens, ze hebben deflatie en ze hebben de werkloosheid. Maar ze zijn uiteindelijk wel in bereid om misschien wat werkloosheid te creëren, om uiteindelijk die inflatie te beteugelen. Dus je zou toch kunnen zeggen dat ze toch wel luisteren naar wat het mandaat zegt. We zijn in 2023. We moeten even 15 jaar ervoor bekijken. Waardoor... Dus maar ze doen ze het nooit goed wat dat betreft. Dus zijn ze de grenzen aan het verhogen, dan nog krijgen ze een onvoldoende van je. Wat ik net zei. Ik vind dat ze tot ze de rente begonnen verhogen over die langere periode. Een asymmetrisch, systematisch te ruim beleid hebben gevoerd. Tegenargument is dan altijd ja, maar. De inflatie was heel erg laag. Nou, dat kan, kan zijn. Maar dat was geen reden bijvoorbeeld om QE te doen. Er was helemaal niks mis mee geweest. Die inflatie die nog iets lager was geweest. Wat was daar mis mee geweest? Dus daar zijn ze echt fout in gegaan. Ze zijn veel te lang hebben ze geaarzeld om de rente te gaan verhogen. Maar nou ja, zoals ik er straks zei. Op dit moment ben ik wel een beetje met jou eens. Kunnen we nog niet heel hard zeggen van dat ze deze inflatie niet onder controle willen krijgen. Ik ben er een beetje onzeker over, zoals ik straks zei, omdat de geluiden die ik hoor, maar heel hard veroordelen, kunnen we voor dit laatste stukje ze nog niet. Maar eerder zeker wel, is een heleboel misgegaan. En wat ik ironisch vind, wat Paul, Kees terecht zegt, is... Die centrale banken die zijn onafhankelijk gemaakt. Ook weer in de geschiedenis plaatsen. De 71 anker wordt losgelaten. Eerst probeert men met een nieuw anker met de groei van de geldhoeveelheid te krijgen. Maar wat is geld tegenwoordig nog? Dus dat was moeilijk te sturen. Toen ging het overal mis. Gecorrigeerd door Volcker en daarna ook door de anderen. En toen zijn we eigenlijk heel snel overgestapt op het idee dat je centrale banken onafhankelijk moet maken en dat je daar mensen moet benoemen die eigenlijk niks anders aan hun hoofd hebben en ook de mentaliteit hebben degene die naar maar naar één ding kijkt en dat is die inflatie. En dat is de filosofie die gehanteerd is en dat leek dus heel lang goed te gaan. Door de omstandigheden die ik net aangaf, dat er door andere factoren die inflatie laag is. Dat snap je wel, Kees. Want nee, maar het punt is met één puntje even maken, wel vrij belangrijk. Inflatie is hoofddoelstelling 1. Dat snap ik. Maar als jij beleid maakt op de inflatie, dan moet je ook kijken naar naar de bijvangst. En dat is mijn probleem met gratis geld. De inflatie moet omhoog, want de inflatie was heel laag. Kan ik me zo voorstellen. Maar de bijvangst als centrale bankier. Dat jij niet kan bedenken wat de bijvangst van gratis geld is. Dat is echt een katastrofale stomiteit. Dan ben je monumentaal incompetent als centrale bankier. Sorry Lex, maar dan ben je monumentaal incompetent. Ik ga hetzelfde zeggen, maar op een wat vriendelijke manier. Want ik vind het dus wel een leuke anekdote, denk ik, in dit verband. In 2010 moet het denk ik geweest zijn. Zat ik natuurlijk regelmatig wel aan tafel. Bij de ECB of erachter. En toen begon op een gegeven moment die dalende rente in te zetten. En toen herinner ik mij nog discussies van hoe laag moet je kunnen gaan met de rente. En toen was er één centrale bankier van een conservatief land, niet Nederland. Groot conservatief land, die zei rente mag nooit lager dan 1% zijn. Dan ga je financieel systeem... Duitsland of...
Nou, dat is niet... maar lijkt geen gare gok. Dat is toch geen rocket science gewild? Dat is geen rocket science. Dus dat je bij wijze van spreken erin in één klap verlaagt naar nul om de zaak op gang te brengen. Dat kan eens in billijken. Maar je moet je wel realiseren dat na 3-4 maanden alle spelers gaan kijken van... Wat betekent dat voor ons? Ja. Gaan wij nou opereren? En dan gaat de zaak ontvoeren. Nee, dat is gewoon zeker. Kijk, ik denk dat wij het hierover eens kunnen zijn. Hè? Want als je het gaat hebben over hoe kun je het nou repareren. Ja, we gaan het zo over hebben. Maar ja. ik denk dat je kunt het repareren binnen de huidige... althans tot op zekere hoogte. Kun je een aantal dingen doen. Laat ik het zo zeggen, binnen de huidige setup. Je kunt een aantal dingen doen waarbij je wel een centrale bank houdt. Maar waarbij je de mensen uit de centrale bank houdt. En je kunt de centrale bank afschaffen. Ja. Dat zijn de 3 categorieën dingen. En misschien is het wel goed voordat we naar de wat meer rigoureuzere dingen gaan. Gewoon ook kijken, wat zou je gewoon kunnen doen? Ja, laten we beginnen met zeg maar de makkelijkste oplossing. En daarna ook kijken naar de meer exotische oplossing. Ja, ik weet niet of één punt over de problemen. Ik onderbrak je net omdat ik het punt wilde maken. Wat belangrijk. Ja, ik wilde je eigenlijk steunen, Kees. Dat is aardig. Want Paul zei, dat hoeft niet, toch? Ze hebben nu toch wel de rente verhoogd. Maar ja, ze konden ook niet anders. Als je een inflatie hebt in Nederland van bijna 10%, dan vind ik het niet zo heel heldhaftig dat je de rente gaat verhogen. Sterker, het is dom. Het is ook weer monumentaal incompetent. Want waar komt die inflatie vandaan? Het is geen vraaginflatie, het is aanbodinflatie. Daar ben ik het dus niet mee. Nou, misschien toch goed om dat even nog erop ingaan, Lex. Want dit is wel aan de tafel hebben we allerlei mensen gehad. En de een zegt het is puur aanbod, de ander zegt het is monetair. Ik zelf denk dat het een mix is. Maar Lex, nog even hierop reageren. Uiteindelijk is inflatie een monetair fenomeen. Wat is inflatie? Is een voortdurende stijging. Zoals tegenwoordig een voortdurende stijging van het algemeen prijspeil. Niet een eenmalige. Wat is een energieschok? Dat is een relatieve prijsverandering. En die kan zich alleen maar verder vertalen in prijsstijging van andere goederen als dat monetair geaccommodeerd wordt. Dus als dat niet monetair geaccommodeerd wordt, dan rolt dat niet door in de algemene prijsstijging. Dus dat is ook de discussie. Het prachtige boekje wat ik onder de aandacht wil brengen. dit is jaren 70. Het is gewoon jaren 70. Waar ook de kosteninflatie kwam. Graainflatie, noem maar allemaal op. Het is een prachtig hoofdstukje in dit boekje. Hoofdstuk 17. Hayek zegt, there is no such thing as oil price or any other cost push inflation. En dan legt hij uitgebreid uit. Is Hayek de maat der dingen? Is dat ultiem of is dat God? Is dat God in de economie? Nou, dat is misschien niet God in de economie, maar het zou God in de economie moeten zijn. Daarom breng ik het onder de aandacht. En het is natuurlijk wel iets wat niet alleen Hayek, maar ook mensen als Milton Friedman hebben gezegd. En wat ook ter grondslag ligt aan de monetaire filosofie zoals die in Nederland tot aan de euro werd... werd gebezigd. Je moet een onderscheid maken tussen relatieve prijsstijgingen en algemene prijsstijgingen. En een olieprijsschok is een relatieve prijsschok aan de aanbodkant. Nee, maar wat je ook had, Lex, dat weet je zelf ook al. Toen de corona begon met die lockdowns, kreeg je enorme productie- en distributieketenproblemen. Ja. Fantastisch fijnmazige productie- en distributieketens, die werden in één keer op skop gezet. En dat was het begin van de prijsstijgingen. Want iedereen Dat was een relatieve prijsstok en een negatieve aanbodschok. En daar kwam toen de Oekraïne met de olieprijscrisis overheen. Dat is het tweede. En toen kwamen de loonprijsspiraal op gang. Ja, maar dan, het wordt pas inflatie op het moment dat allemaal kan en geaccommodeerd wordt. Als je een constante geldhoeveelheid... constante geldhoeveelheid hebt. En je geeft zo'n schok aan de economie, zoals jij zegt. Wat er dan gebeurt, is dat de prijzen van energie gaan sterk omhoog en de andere prijzen dalen. En het algemeen prijspeil, dat is gewoon de verkeersvergelijking van Fisher uiteindelijk. Uiteindelijk is dat de verkeersvergelijking van Fisher. Wat
Met wat verdere uitwerkingen. Maar goed, heel uitgebreid op kunnen. Maar dat is een debat wat heel interessant is. In de jaren 70 is het allemaal uitgebreid besproken en bediscussieerd. Maar jij denkt dat en nu wordt het opnieuw uitgevoerd. Maar wel interessant dat hoeveel oneenigheid of in ieder geval hoeveel verschillende interpretaties dan zijn binnen de economische wetenschap over een fenomeen als inflatie. En hoe iedereen het dan weer op een andere manier uitlegt. Dat geldt ook voor de interpretatie van de jaren 30. Ja. We hebben precies hetzelfde. Ja. En dat is omdat het complexe processen zijn waarbij je kunt niet bewijzen dat een ander ongelijk heeft. Laten we dan naar de oplossingen gaan. Wat Kees aangaf in het gesprek is dat je eigenlijk de ECB, en dan paraphraseer ik een beetje, maar ze moeten kort wieken en dat bijvoorbeeld iets als de rente gewoon door marktpartijen zou moeten worden vastgesteld. Ja. Maar ik, zoals ik net zei, ik zie drie typen oplossingen waar je over kunt denken en over kunt praten. Eentje, gewoon starten vanuit het systeem zoals het nu is en zeggen van wat zijn nou evidente fouten die gemaakt zijn? Wat zou je kunnen doen om dat weer te verbeteren? Twee, wat kun je doen om wel de ECB, je houdt wel de ECB, maar je beperkt de invloed van de centrale bankier, van de mens op het systeem. Ja. Wat kun je daar bedenken? En dan drie. Hè, waar Kees op hint. Nou, twee vind ik al heel wat beter. Hoor. Ik denk dat Kees een beetje maar we hebben ook nog nummer drie. Dat je naar free banking. Ja. Free banking. En vrij munt ook. Dus niet alleen het vrije markeren, maar ook gewoon eigenlijk wat je hebt in de crypto-wereld, waarbij iedereen zijn eigen muntje kan maken. Dat is radicaal. Dat is nergens voor nodig. Nee, maar dan gaan we bewaren voor het laatst. We beginnen gewoon met iets waarvan je zegt van nou, kunnen we een beperkt aantal dingen bedenken. Dat weet je nooit zeker, maar die was hoogstwaarschijnlijk tot veel betere uitkomsten leiden. Laten we eens mee beginnen, zonder het helemaal op z'n kop te zetten. Mag ik er een paar noemen? Ja, begin maar. Ik denk dat ze, één noemde je zelf al, we spreken af nooit meer negatieve rente. Dat is geen oplossing, ben ik. Dat is een dusdanig raar idee geweest. Nooit meer onder de 3%, zoals de Duitse centrale bankier zei. Ik zou zeggen, je hoeft geen grenzen te trekken, maar nul is niet iets waar je automatisch naartoe gaat. Dus ook veel minder activistisch beleid. Dus, ik zou heel goed kunnen leven met als je ergens rond de 1% zegt, ja, nu is het gewoon, je houdt de rol van de centrale bank op. Dus dat is 1. 2, ga nooit meer QE. Geen QE meer, niet dat systeem opblazen. 3, dat is iets wat heel weinig wordt vermeld, maar volgens mij een van de grootste zaken is geweest. Geen onbeperkte toegang tot de ECB. Als je maar voldoende onderpand hebt. Dus voor 2008 was een soort krediet gerantsoeneerd van deze. En dat is gestopt. Je hebt nu onbeperkt toegang, zolang er maar voldoende overheidspapier is. 4, zorg dat de hoeveelheid overheidspapier in omloop, dat die geleidelijk teruggaat. Door echt je aan begrotingsdiscipline te houden, schulden terug, geleidelijk terug te dringen. Dat zijn zo wat dingen die je kan bedenken. En ik denk dat daar ook nog bij hoort is stop met dat hele precieze inflation targeting. Heb niet de pretentie dat je de inflatie tot op de 10% kunt en wilt sturen. Zoals we straks zeiden, als we terugkijken naar die periode na 2012... Er waren hele goede redenen waarom eigenlijk een lichte deflatie niet zo gek was, gegeven die enorme globalisering die we over ons heen hebben gehad. Dat was alleen maar een probleem omdat schulden veel te hoog waren. Hè, dus stuur niet zo precies een inflatie ergens tussen de 0 en 2. Dat is prima. En eigenlijk is het helemaal zo gek niet om ook weer niet heel precies te doen. Nou, dat zijn dingen die je heel snel binnen het bestaande systeem kunt doen en die volgens mij tot betere uitkomsten leiden. Want die ankeren in feite het systeem weer. En ook de groei van van bijvoorbeeld van financiële markten. Misschien wat je er ook nog aan kunt koppelen is dat je
Dat je reserveverplichtingen invoert. De groei van de basisgeld, hoeveel op een gegeven moment weer gaat sturen. En omdat de groei van financiële markten hangt heel erg samen tegenwoordig. Met hoeveel onderpand je kunt plaatsen. Nou, als er onvoldoende basisgeld, als dat onvoldoende groeit, of als dat heel beperkt groeit, dan groeien die financiële markten groeien daarin. Ja, dan groeit het waterhoofd minder mee eigenlijk als je dat beperkt. Je stopt de groei van het water. Hoe zie je dat, Kees? Is daar een aantal concrete... Nou ja, die denk ik ook heel erg van belang is. Ik wezen naar die derivaten enzovoort. Ik denk dat het ook een belangrijke is, waar een begin mee is gemaakt, wat denk ik goed heeft gewerkt, is centrale clearing. Waar ik zelf een aantal jaar in heb gezeten. Maar ik denk dat goed werkt. Dat het ook, als je centrale clearing hebt en een beperkte groei van wat er aan onderpand is, betekent dat ook dat je ook maar beperkt die markt kunt laten groeien of redelijke mate kunt laten groeien. Dus ik denk dat er nog steeds ruimte is om de verplichting voor centrale clearing uit te breiden. En waar het grootste gat nog steeds zit, denk ik, is in de Amerikaanse repo-markt. Die wordt nog steeds niet centraal gecleared. En daar waren juist ook de grote problemen in 2008 en ook recent weer een aantal hiccups. Dus dat zou... Wat is dat, als u kort kunt uitleggen, centrale clearing? Ja, dus... Dan verzeker je via een tussenpartij, verzeker je tegenpartijrisico. Dus als ik doe met jou een transactie en wat je dan doet bij centrale clearing, dan zet je er een partij tussen die van mij het financiële asset koopt en het aan jou doorverkoopt. Maar die dat alleen maar doet als jij... Marge stort, zoals dat heet. Dus een bepaald bedrag. Op het moment dat een van ons niet aan de verplichtingen kan voldoen, stapt hij in de verplichtingen van die partij die dat niet kan doen. Maar dan heeft hij middelen op de risico's die hij daarbij loopt te kunnen afdekken. Dus dat vergroot de zekerheid in het systeem. Ook de transparantie, omdat dat wordt allemaal geregistreerd. Dus er is minder reden om, als er ergens in het financieel systeem in de markt een probleem ontstaat, dat gelijk iedereen zegt, ik handel niet meer, want ik vertrouw het niet. Vertrouwen. Dus het helpt om vertrouwen. Ja, wat dat betekent, is dat je het gewoon het speculeren faciliteert. En kijk, het waterhoofdlex is het verschil tussen de transacties en alles wat te maken heeft met goederen- en dienstenhandel en de rest. Want voor de rest hebben we de financieren van goederen- en diensten transacties, dat is prima. Maar dat gaat gespeculeerd en gedobbeld. Dat is het waterhoofd geworden. Dus hoe eerder we daar vanaf zijn, hoe beter het is. Hoe kleiner het wordt, hoe beter het is. Ja, maar ik denk... Speculeren is nergens goed voor. Het maakt een handelaar niks. Het maakt iemand die iets koopt niks uit of de dollar nou 1095 is of 1090. Voor de handelaar is dat cruciaal. We moeten die speculatie... Er zijn duizenden mensen alleen maar bezig met het heen hompen, tompen van spulletjes om een basispuntje te verdienen. Met alle verstorende effecten van die. Daar moeten we vanaf. Dat is beter. Echt, stop met helemaal geen speculatie. Ik ga niet zo ver te zeggen dat de hele derivatenhandel en andere financiële producten, dat alleen maar windhandel is. Het aantal derivaten wat nodig is voor de onderliggende goederen is waarschijnlijk 1% van datgene wat er verhandeld wordt. Misschien 2. En dan zijn we uitgeteld. En de rest is dobbelen. Ja, en daar heb ik echt niks tegen dobbelen. Maar waarom moeten we dat faciliteren? Nee, maar de manier waarop ik dat tegemoet kom is dat ik zeg, van, we moeten zorgen dat het onderpand wat beschikbaar is groeit. Met, om een concreet cijfer te noemen, met 3%. Wat de prijsstabiliteitsdoelstelling is, plus 1% productiviteitsstijging. Dan kunnen die financiële markten... Kijk, wat er is, daar kun je het ook nog over hebben of je dat wil aanpakken. Maar dat lijkt me veel meer ingrijpen. Ja, dat is een belangrijk deel van de oorzaak van de problemen natuurlijk. Hè? Dat gedobbel. Nee, maar, dan kan dus de aangroei van de onderliggende financiële markt groeit weer helemaal in tempo met de reële... Daarom hebben we shadowbanking ontstaan. Jij kunt regelen met een paar mensen wat je wil, maar als bedrijven onder elkaar gewoon dingen afspreken, dan heb je er geen grip op. Ik zat met Paul in de auto.
Ik zeg, die auto van jou, door wie is die gefinancierd? Ja, niet door de ABN AMRO, maar door de Volvo. Dus er is een ontzaglijk circuit ontstaan, dat shadow banking. Ja, maar, je, dat is extreem veel groter geworden dan de rest. Ja, kijk, dus één ding had ik nog, twee dingen. Eén ding had ik nog niet genoemd, is dat je ook nog, je kunt ook nog, zeg maar, de kapitaaleisen voor banken verder verhogen. Maar je krijgt altijd een perfect financieel systeem krijgen. Nee, dat je zult altijd krijgen. Ja, als er altijd een strijd blijven tussen de toezichthouder en, ja. En de private sector, die altijd om de regels heen gaat. Nieuwe dingen. Zoals een kat en muis spelen. Ja. Dus de perfectie kunnen we niet. Nee. Dat kunnen we niet halen. Maar je kunt wel proberen de incentives voor het gedobbel zo klein mogelijk te maken. Maar een aantal van die andere punten die Lex noemde, heel concreet. Dus een negatieve rente is jou een doorn in de oog in het oog al jaren. Ja, als je daar afspraken over maakt dat die rente niet onder 0 of onder 2% kan gaan. Weet je, is dat al een stap in de goede richting? Camera. Ja. Ja. Klein stapje. Maar een aantal andere punten is geen QE meer, wat Lex zei. Nee. Hij is niet overtuigd. Dat mag. Dan moeten we misschien. Kijk, dat kan geen kwaad, maar. Haal die mensen uit dat. Keiharde regels en geen mensen. Nee, oké, maar dat is de tweede kant. Dat is de tweede kant. Ja, waar je terechtkomt. Dus kijk, ik denk dat je in ieder geval als je deze dingen zou beginnen te overwegen, dat het stappen de goede kant in zijn. Dat het niet perfectie is, dat is duidelijk. Want uiteindelijk, ze gaan toch weer door de knieën. Gaan ze weer door de knieën. Uiteindelijke probleem is de neiging van overheden, centrale bankiers, om de Keynesiaanse filosofie en als politiek zegt, meer socialistische wereldvisie, waar je vindt dat de overheid alle heil kan en moet opheffen, alle problemen in de wereld moet kunnen repareren, van de mens zelf tot het klimaat, tot de ongelijkheid, noem alles maar op. En dat is eigenlijk onderliggend wat het drijft. Als dat blijft bestaan, dan gaat het. Dan kunnen we nog zoveel nieuwe regels komen. Wie hanteert regels? Als daar mensen bij betrokken zijn, dan gaan ze met de beste. Het gaat altijd met de beste bedoeling natuurlijk. Er zijn altijd mensen bij betrokken. Nee, maar niet bij het handhaven. Niet als je regels maakt en zegt: dit is het. Discussie overbodig. Ja, maar het hebben we geprobeerd met de Maastricht-norm en vervolgens zie je wat er gebeurt. Nou ja, kijk, wat je kunt doen. Maar dat zijn de politici. Daarvan weten we het. Dat was nou net mijn punt een half uurtje geleden. Die centrale bankiers zijn nog politieker dan de politici. Weg met de centrale bankiers, Paul. Kappen ermee. Ja, maar dan zet je volgens een nieuw poppetjes neer die precies hetzelfde. Nee, maar die regels wil je in de grondwet vastleggen. Bijvoorbeeld een geldgoede regel zou je in de grondwet vast kunnen leggen. Wat je in de grondwet kan vastleggen is bijvoorbeeld een geldgoede regel. Maar we hebben straks gezien dat een geldgoede regel heeft zijn beperking als geld. Wat geld overal is en moeilijk te meten. Van alles kunnen bedenken. Dan is het heel lastig om dat ook zelf maar vast te leggen. Want hoe definieer je dat? Dan kun je denken aan vastleggen van bijvoorbeeld een Taylor-regel. Dat is een regel die zegt dat de rente moet zijn. Gewoon mechanisch vastleggen in de grondwet met precies de formules van hoe je die rente vaststelt. En dat laat je één persoon, laat je dat gewoon maandelijks, wat je frequentie ook maar is, laat je dat vaststellen. En dat is de rente. Klaar. En tegen die rente kunnen de banken dan bij de centrale bank terecht. Maar waar moeten de banken bij de centrale bank terecht? Ze moeten bij een andere bank terecht, zou ik zeggen. Als de ABN een geldtekort komt, ga je de ING bellen of de Goldman Sachs? Dat tot 2008, tot 2002 had je gewoon een interbank markt en die is opgedroogd na de crisis. Maar vroeger lenen banken natuurlijk altijd bij elkaar. Jawel, maar even, daar komen we direct op. Ja. We hebben het nu over systemen waarbij we wel een centrale bank houden, maar waarbij we de mens uit de centrale bank proberen. Nou ja, wat is daar mogelijk? Nou, Met Lex, wat je natuurlijk ook hebt, kijk. In vergelijking met de 60 jaar is de wereld natuurlijk oneindig veel complexer geworden. Veel meer spelers, veel meer producten, veel meer alles. Ja.
Dus moet je, de vraag is ook wel een beetje, dat is ik wel over na te denken. Kan dat nog? Kunnen we nog iets bedenken? Dat die, al die kikkers zitten in die pan en die springen eruit. Het maakt niet uit wat er besloten wordt. Het is gewoon te veel spelers, te veel alles. Maar zo'n telerregel vastleggen in de grondwet, lijkt jou dat een goed idee? Wat? De telerregel vastleggen in de grondwet? Die rente? Nee. Dus dat als de inflatie 5% is, dan moet de rente minimaal ook 5% zijn, even samengevat? Nee, dat moet je een beetje dan moet je niet te veel in willen ingrijpen. Dan als de rente die de centrale bank in rekening brengt, hè, dus nu zou je zeggen, de depositorente is 5%, dan laat je het verder gewoon weer lopen. Maar dan haal je de mens uit de centrale bank en leg je het vast. Het eigenlijk wordt een beetje zoals Bitcoin, dat je een protocol hebt waar je de regels vastlegt. Even los van Bitcoin, maar meer gaan het punt vastleggen was zo'n teleregel. Nee, dan moet je ook een beetje opletten. Want wat ik al zei, er zijn gewoon een oneindig hoeveelheid spelers en posities en belangetjes. Ja, dat vraag kun je sommige dingen wel. Meer wel de mens uit de centrale bank halen. Wat is dan de oplossing? Nou ja, wat wil je precies regelen en wat niet? Een heleboel dingen heeft geen zin om te regelen, want dat gaat nooit lukken. Misschien dat je sommige dingen nog wel kan regelen. Ja, en maar rent niet meer, zeg je. Dat is eigenlijk dan gaan we misschien naar de derde categorie. Dan zit je in de derde categorie. Nou, want als jij de eerste categorie, daar schreef je aan dat het zo'n klein beetje is. Dus dan houden we de huidige setup waarbij er wel mensen ook nog mogen beslissen. Dan komen we bij de tweede categorie zeggen proberen te mechaniseren. Dat kan. Dan zitten we in de derde categorie. Dan is er geen centrale bank meer. Dan gaan we vrij bankieren. Dan is er alleen nog vrij bankieren. Je kunt de centrale bank toch vragen. Nou, houd toezicht op de banken. Hè? En in de vorm van eigen vermogen eis, liquiditeits eis. Dat kun je regelen. En voor de rest, ja. Waarom zou je dan nog toezicht houden op dat eigen vermogen niet ook? Waarom niet gewoon een normale faillissementwet? En consumenten moeten zelf maar kijken wat het eigen vermogen is in een bedrijf. En dat is, kijk, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, kijk, ook hier kom je terug op het gesprek wat Paul en ik hadden toen hierheen reden. En dat kunt een bepaalde mate van de mensen die bij enige zekerheid willen. Dat bieden we aan doordat we de bank onder controle houden met alle eisen. En als je dat niet wil, even goede vriend, dan kun je gewoon in de vrije markt terecht. Maar dat er een soort anker is, een soort baan. Zolang je geen full reserve banking hebt, blijft een bank altijd een wankelen. Als je wat strenger maakt, en dan kun je bij wijze van spreken tegen de mensen die zeggen, nou, ik loop liever helemaal geen risico, dat een x-gedeelte, van een x-percentage van je bezit, dat is gegarandeerd. En als je zegt, nou, die bank, ik kan in de vrije markt meer rente krijgen, of god weet wat, ja, dan moet je het allemaal zelf weten. Hè? Bij de paalbank weet je gewoon zeker, allemaal heel saai, heel degelijk, maar het wordt behoorlijk gecontroleerd. Ja, en bij de Lexbank, maar ik denk dat zou gewerkt hebben in de wereld waar we het eerder over hadden, die niet complexe wereld. Maar vandaag de dag is de run op de banken, die komt niet zozeer van de particulier, maar die komt van de wholesale kant. En die hebben we natuurlijk nu in de recente crisis gezien, die ook gegarandeerd wordt. Maar dan gaan we toch wel heel erg de marktwerking weer ondergraven, moral hazard, veel problemen koesteren. Dus ik denk dat ik zou dat geen goed idee vinden, maar het lost in ieder geval ook voor de vraag hoe je het monetaire beleid doet, heb je dan nog niet opgelost. Hè? Ik wil wel een aantal regels, maar dat zijn meer bedrijfseconomische regels. En wat doe je? Voer je geen monetair beleid meer? Dat is dan toch een vorm van free banking. Free banking is ook een heel breed terrein natuurlijk. Hè? Maar niet dat we allemaal, dat je bij wijze van ook je eigen muntjes nog kunt beginnen. Want dan wordt het natuurlijk een chaos. Nee, maar zodat je niet je eigen munt hebt, dan is er dus een euro. Dan is er dus een hoeder van de euro. Wie is dat? Nou,
De hoede van de euro, ja, ja. Ik ben juist in al die jaren tot de conclusie gekomen dat we juist wel heel erg veel baat zouden hebben bij het vrijmunten. Dus dan, ik verwacht dat dan de beste munten boven komen drijven. Ja, en dat is derde keer scheepsrecht. Ja. Dat is natuurlijk wat Hayek in dit boek... Ja. Wat beoogt of wat betoogt Hayek kort in dat boek? Nou ja, Hayek, dit is jaren 70, dus de afscheid van de gouden standaard genomen. Inflatie ziet hij toenemen. Hij zegt eigenlijk, gouden standaard is niet perfect. Maar als je geen gouden standaard hebt, dan heb ik er geen vertrouwen in dat de monetaire autoriteiten en overheden dit niet uit de hand laten lopen, niet in de soep laten lopen. Geen grote inflatie komt, het overheid maar uitdijt en uitdijt. Dat marktwerking wordt ingeperkt en dat er uiteindelijk ook door democratie onder druk komt, omdat we overal prijscontroles zou willen instellen. En die breiden als een olievlek uit. En dat wordt allemaal heel politieke allocatie. Wordt er. Dus zegt hij, dat is maar één oplossing, is dat je dat je ook de markt de beste munt laat selecteren. En hij zegt, ja, ik weet dan niet wat er uitkomt of dat een heleboel munten zijn, maar uiteindelijk waarschijnlijk een paar. Maar ieder van die munten die richt zich helemaal op een redelijk stabiel een redelijk stabiele munt te geven door ervoor te zorgen dat die munt gekoppeld is aan een mandje van grondstoffen in zijn voorbeeld. En waar ook de kredietverlening van die banken die munten uitgeven, reageert op waar op dat moment de koers van die munt ten opzichte van dat mandje staat. En dan heeft hij er vertrouwen in dat daar stabiele munten uitkomen. Dat kan hij niet bewijzen. Ik vind hem daar wat optimistisch over, eerlijk gezegd. Maar dat is de gedachtegang. Dus eigenlijk, het is... Onderschrijf je wel in grote lijnen zijn visie dat het voor de samenleving als geheel beter zou zijn als je naar een denationalization of money zou gaan? Ik durf daar niet heel hard ja op te zeggen. In die zin vind ik de ontwikkeling van Bitcoin blijf ik een hele interessante vinden. Omdat Bitcoin, je hebt natuurlijk een beperking van de hoeveelheid. Dus dat is goed. Maar dat heeft nog niet tot een stabiele munt geleid. En zou je toch niet iets nodig hebben à la wat Hayek zegt, een koppeling aan iets reëels. Om dat wel te doen. Als dat vervolgens een koppeling wordt aan een bestaande munt, dan hebben we de stablecoins. En dan is het dus niet denationalization of money. Dan is het eigenlijk een nieuwe ontwikkeling van de euro-dollar-markt, zoals we in het verleden ook hebben. En er wordt soms gesproken over BRICS, dat die misschien een munt zouden lanceren gekoppeld aan goud. Zou dat wat jou betreft een goede stap zijn? Nou ja, kijk, wat ik zeg, mijn grote probleem is dat er geen anker is. Dus er moet een, al dan niet, je moet maatregelen nemen om dat anker weer terug te krijgen. Het nadeel... Gegeven... zwaar, de enorm toegenomen complexiteit en aantal spelers en producten in vergelijking met een x jaar geleden toen die ankers er wel waren. Wat zou zoiets nou? Ja, er zijn die ankers, dat was 5 jaar geleden, was het allemaal vrij simpel. Maar dat is nou een stuk ingewikkelder geworden met al die producten die er omheen zitten en al die mensen die daar iets mee gaan doen als jij ook maar iets bedenkt. Ja, maar ik denk, ja, het is waar dat het complexer is geworden, maar ik denk dat de koppeling verder geen, dat niet hoeft te hinderen, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het grote probleem, zeg maar, van een strikte koppeling is dat er op sommige momenten, als er heel veel vraag naar liquiditeit is, dat je dan financiële paniek krijgt, eind 19e eeuwse toestanden krijgt, op het moment dat er geen extra liquiditeit in omloop kan worden gebracht. Dus eigenlijk kun je de geschiedenis van een monetaire stelsel, ik zei, steeds proberen te laveren tussen een te rigide systeem en een te ruim systeem. Ja, ja. En nu zitten we duidelijk te ruim. Ja, ja, ja. Dus je moet terug. Dus ik zelf denk ook om praktische redenen, ik zou meer
starten we uit het huidige systeem en toch het soort maatregelen nemen waar Kees zegt. Dat zijn hele kleine stapjes om in ieder geval die kant op te bewegen. Hè? Want kijk, ik denk dat in één keer naar een gouden een stelsel, ja, stel je eens voor wat je zou moeten doen en wat dat zou betekenen voor mensen die helemaal niet gewend zijn te opereren in een systeem waar liquiditeit kostbaar is. Dus een overliquide systeem. Je ziet nu al, de rente gaat wat omhoog en hoe het al hier en daar kraakt en piept. Maar uiteindelijk kom je toch altijd op hetzelfde punt uit. Dus stel dat je als anker neemt van we doen gewoon een vaste toename van de geldhoeveelheid. Ja. En dan krijg je zo'n liquiditeitsprobleem. Ja. En dan moet toch weer die keuze gemaakt worden om daar vanaf te stappen. Oh, maar nee. Dat geldt allemaal weer in het kader. Waar we net over hadden, de long-term picture. Dat we iedere keer beschermd moeten worden tegen alles. Dat is dit vraag moet alleen maar voor het mag niet tegenzitten. Nee, maar heb ik dus ook niet. Als we die gedachte overeind kunnen zetten van jongens, ja, als je domme dingen doet, kan het jou tegenzitten. Dan wordt het aantal mogelijkheden een stuk groter. Kijk, dat is inderdaad het punt. Ja. Als er dan een... Een moral hazard, weet je wel? Dan moet je vanaf. De moral hazard. Dus dan moet je bereid zijn, inderdaad. Ja. Een aantal banken, omvallen, partijen... Ja. Weg ermee. Ja, op de blaren laten zitten. Het vervelende is alleen, als dat hele grote partijen zijn, dat die olievlekwerking heeft. En dat durft men dan niet aan. Terwijl op de langere termijn maar Lex, is het beter. Wanneer zijn die grote olieconcerns uit elkaar gevlochten in de VS? Ja, Begin vorige eeuw, ja. Nee. Waarom kunnen we die grote banken niet uit elkaar halen en kleiner maken? Ja, dat hadden we ook nog even in de categorie. Ja, weet je wel, maak ze kleiner gewoon. Niks, geen discussie. Cut it off. Ja. Naar hapklare blokken. Want nu too big to fail, dat is ook een gezwel natuurlijk. Dat is wat ik zei. Dat is volgens mij een van de grote problemen. Want het financieel systeem is veel groter geworden. Kijk, als je gewoon één cijfertje voor Nederland. Het Nederlands financieel systeem, dus dat geheel. Hè, dus alles was rond 1971 toen de Gouden Standaard verlaten. De Gouden Standaard, maar het Bretton Woods systeem klapte. Was ongeveer 100-150% BBP. Ja, ja, ja. En wat was het? Hoe groot was het voor de crisis van 2008? 600% BBP. En nu, Nederland is het volgens mij wel wat kleiner geworden. Maar wereldwijd is het alleen maar goed. En de Amerikaanse banken zijn alleen maar groter. En er zijn de grote winnaars van deze. Nee, maar als we praten over oplossingen. Ja, dan zou je kunnen zeggen als centrale bank. Jongens, maak de grote banken een stuk kleiner. Ja, maar dan moeten ze het overal doen. Want als we dat in Europa gaan doen, dan gaan ze weer zeggen, ja, de concurrentiepositie van de banken is weer slecht ten opzichte van Amerika. Ja, dus je blijft altijd... Nee, maar dat gewoon beginnen. Ja, dat is Robert. Het punt is, als op een gegeven moment als duidelijk wordt dat jij jouw zaken op orde krijgt, komt er vertrouwen terug. Dus als jij maar duidelijk maakt aan iedereen en alles, wij zijn bezig om een aantal problemen op te lossen, of het nou Nederland is, Europa, dan komt er vertrouwen terug en dan gaan er ook minder gekke dingen gebeuren. Maar je moet gewoon er doorheen beuken en beginnen. Ja. Maar wel met dingen waarvan je zegt van, daar snapt iedereen van dat het een stap in de goede richting is. En wat anders doen, moeten ze helemaal zelf weten. Weet je wel, het hele idee dat je het eerst samen moet onzin, je moet gewoon beginnen. That's it. Als samenleving je zaken op orde hebt, krijg je allemaal vrienden. Echt. Wat me nog wel dan... Maar kijk, dit is een mogelijkheid. Er zit natuurlijk ook allerlei... Maar als je dit doet zonder dat je de geldkranen ook beheerst, dan gaat het weer... Het geval dat je in Zwitserland plaatst weer. Wie moest nou geholpen worden? Chris Wies ging eraan, geloof ik. Ja, dat is meer van hetzelfde. Het probleem is geen probleem opgelost. Het probleem zijn verschoven. Wat er nou gebeurt, is dat de problemen verschoven worden van een kleine speler naar een grote speler. Onder het motto, die grote speler kan er beter tegen. Maar er is geen enkel probleem opgelost in Zwitserland. Helemaal niks. Alleen, er is nou iemand die iets meer eigen vermogen heeft. Die is wel zwakker geworden. Dus die overnemende partij is zwakker geworden. Want die heeft een loser overgenomen. Dus het stelsel is
En er is een loser verdwenen, maar de grootste partij is zwakker geworden. Dus of dat nou een verbetering is voor het systeem in Zwitserland, dat denk ik niet. Maar Kees, wat me nog bezighoudt is dat je enerzijds heb je geen of weinig vertrouwen in centrale bankiers, nog politici. Maar door een vrije markt toe te staan in munten, hoef je ook geen vertrouwen meer in hen te hebben. Omdat dan uiteindelijk de markt zorgt voor een juiste geldstandaard en geldwaarde. En dan kan je bijvoorbeeld een inflatoire munt concurreren met een deflatoire munt. Ja, wat je dan krijgt, weet je wel, dat is natuurlijk leuk en aardig. Maar dat is een enorme overgangstijd. Ja, want dat moet uitkristalliseren. Dat gaat jaren duren. En in de tussentijd gaan alleen maar gekke dingen gebeuren. Ja, dus willen wij de samenleving door dat proces heen werken. En door dat proces heen persen. Ja. Dat zou ik niet willen. Ja, het een sluit ook niet uit. Je kunt vrije markt laten ontstaan. Zoals nu eigenlijk al een beetje gebeurt. Hè. Wereldwijd handelen mensen steeds meer met elkaar een eigen munt. En tegelijkertijd kun je dan met de trap van Lex die verschillende maatregelen nemen om te kijken of je binnen zo'n eurozone het systeem nog enigszins kan verbeteren. Ja, ik zou daar beginnen. En nogmaals vanuit de gedachte. Het centrale probleem vanuit het monetair oogpunt is dat die geldkraan eigenlijk onbeperkt open kan. Liquiditeit is geen beperkende factor meer of nauwelijks een beperkende factor. Dat gaan beperken door groei van overheidsschulden te gaan beheersen, tekorten terug te dringen. Nou, de andere maatregelen die ik net noemde. Vervolgens kun je inderdaad een discussie beginnen over of je ook in de structuur, het systeem heeft in een waterhoofd geworden, of je daar iets aan kunt doen door de soort maatregelen die Kees schetst. Maar het allerbelangrijkste is denk ik mensen ervan proberen te overtuigen, vooral ook kiezers ervan proberen te overtuigen, dat wat eigenlijk het onderliggende probleem is dat we niet willen dat het slechter gaat. Dat we denken dat de overheden al onze problemen moeten kan oplossen. Daarvan mensen te overtuigen dat uiteindelijk alleen maar tot dit soort ellende. Mensen moeten weer leren leiden en eigen verantwoordelijkheid. Nou, het hoeft niet te leiden, je moet eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar we willen niet leiden en we willen ook geen verantwoordelijkheid nemen. Daar nee, komt maar het ik denk dat we de realiteit onder ogen moeten zien. We leven in een geweldig welvarend deel van de wereld. De hele westerse wereld is heel erg welvarend, maar het is geen paradijs. En zal het nooit worden. Maar wat wel het probleem is, kijk, we nemen allemaal maatregelen, maar er wordt nooit gesproken over de consequenties. Dus we zijn overal voor, want die maatregelen zijn altijd gunstig, hè, op korte termijn. Dus zolang er niet gepraat wordt over de consequenties, is iedereen voor, maakt niet uit wat. En maar zeker als je gaat uitleggen, hè, wat al die maatregelen nou betekenen, hè, in leeftijdscohorten, hè, laten we zeggen in generaties, en je gaat dan eens uitleggen, ja, dit kunnen we doen. En daar zijn Kees en Lex hartstikke blij mee, maar Paul en Robert een stuk minder. En hun kinderen, die gaan erg ongelukkig zijn. Als je dat zo uitlegt, dan is het animo voor maatregelen misschien wat minder. Maar gewoon zeggen, neem een maatregel, korte termijn zien we wel. Ja, daar is altijd iedereen voor. Maar begin nou eens uit te leggen wat de consequenties zijn op 10, 20, 30 jaars termijn. Dan kun je met een oordeel vellen van nou, moet hiermee doorgaan? Eigenlijk weer opnieuw uitleggen, wat ik in het verleden ook al uitgelegd is, dat politici en daarmee kiezers zichzelf als odysseurs aan de mas moeten binden. En misschien ook het ethisch besef dat je niet alleen gefocust moet zijn op het hier en nu en het beter maken. Omdat de consequentie daarvan vaak is dat je het in de toekomst slechter hebt. Dus ja, ik denk dat het belangrijkste is. Want dat drijft het uiteindelijk. En dan kun je wel allerlei regeltjes instellen. Maar daar houden politici houden zich daar niet aan. Dat is een van de dingen die ik, naïef als ik ooit was, dat ik dacht dat wel zo was bij de opzetting van het verdrag van Maastricht. Hè, dat als je dat allemaal maar netjes op papier schreef, dat het dan ook zo zou worden gedaan. Nou, dat is niet zo. En dat zal ook nooit zo zijn. Uiteindelijk gaat het erom wat kan een samenleving opbrengen, de meerderheid van de samenleving opbrengen, om zichzelf te disciplineren. Ja, maar als jij niet uitlegt wat de consequenties van dingen zijn, en ook als monetaire autoriteit niet uitleggen wat de consequenties van dingen zijn, ja, dan is het happy-go-lucky natuurlijk. Als mevrouw Lagarde, eerst Mario Draghi en mevrouw Lagarde en Klaas, niet uitleggen wat de consequenties zijn op korte termijn van dit beleid. Ja. En op lange termijn, dan wordt altijd voor de korte termijn gekozen natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Maar dat mag je eigenlijk verwachten van mensen
die daarvoor zijn aangesteld. Ja, die functie hebben inderdaad om dat te doen. Ja, inderdaad, dat is mijn punt. Maar ook van academici en mensen die dit met de nodige kennis van zaken volgen. Dus uiteindelijk is het ook mensen overtuigen, uitleggen van hoe het zit. En pogen we iets meer van discipline. En merk je als centrale bankier toen wel, bij je Duitse of bij je collega, om niet nader te noemen, een land, merk je wel een zekere lange termijn focus. Maar in het algemeen, wat was toen de cultuur binnen ECB of DNB, waar je bij natuurlijk zat? Kijk, de hele filosofie in Duitsland, de monetaire filosofie in Duitsland, die heel erg ordoliberalistisch was duidelijk dat je bepaalde regels nodig hebt waar je aan moet houden om het geheel te kunnen laten werken. En dat speelde ook heel sterk in de Nederlandse monetaire filosofie. Maar dat was in andere landen, die hadden een andere monetaire filosofie en cultuur. Bijvoorbeeld hetzelfde zie je rond begrotingsregels. Dat zie je nu in Nederland ook wegspoelen als we niet uitkijken. Maar wij zijn altijd relatief sterk geweest met de episodes waarin het minder was. Maar sinds jaren 50 dat we regels hadden voor hoe je de begroting samenstellen. Wat het tekort mocht zijn. Ook binnen welk kader dat moest. De omvang marktsector tot op zo'n collectieve sector. En dat verhelderde ook het politieke debat. Dat is nu de laatste tijd in Nederland ook weggespoeld. Zoals Kees straks zei. Hè? Voor alles moeten oplossingen komen. Voor alles komt een oplossing. Give me the money. Wordt alleen niet gezegd give me the money. Wat dat moet kosten. Nou, die discipline en de overtuiging dat op langere termijn een betere uitkomst geeft dan op korte termijn plezier hebben. Ja, dat is het belangrijkste om over te brengen. En onder de aandacht te brengen, ik denk in eerste instantie vandaag de dag van opiniemakers. En die moeten dat dan uitventen over de rest van de bevolking. En dat moet zich dan vertalen in stemmen op partijen die dan ook baat hebben om uit te leggen hoe je het degelijk doet. Als je dat niet doet, dan zal altijd dus het was heel interessant, is nu de komende verkiezingen en de kabinetsformatie. Het is evident dat er een behoorlijke rekening ligt. Ik ben benieuwd welke partijen zeggen dit en dat zullen de maatregelen zijn om de zaak weer op orde te brengen. En daarnaast willen we ook nog dat doen, maar daarvoor gaan we dat bezuinigen. Nou. Ik weet dat er behoorlijk wat politici en ook DNB'ers naar deze show kijken. Dat heb ik. En we hebben natuurlijk recent hier iemand van DNB gehad. En het bleek dat er al best wat DNB'ers ook regelmatig naar deze show kijken. Dus wellicht dat een stukje van jullie sentiment en ratio doorcijpelt ook naar hun toe. En misschien ook leuk om even tussendoor tegen de kijkers te zeggen. Als je het leuk vindt om met Lex en Kees hier verder over te sparren. Ze lopen allebei in het wild rond bij ons evenement op 20 oktober in Ede. Dus even een promotie tussendoor. Kijk op hollandgold.nl/evenement2023. Deze mannen lopen daar rond. Daar kun je een biertje mee drinken om verder te filosoferen over dit waanzinnig interessante. En als je vindt dat deze discussie op het podium moet plaatsvinden op het evenement, moet je even Paul en Robert bellen. Ja, maar de line-up is vol, hè? Dus, ja, dat kan maar goed, misschien nog een speakers. Kees en ik gaan een alternatieve show. Voorschrijdend in het belendend perceel organiseren. We doen inderdaad buiten op een zeepkist gaan. Nee, maar ik denk dat we wel. Ja, we zijn er nog niet uit, want het is helemaal niet uit. Onmogelijk om het op te lossen vandaag. Maar ik denk dat het wel erg zinvol was om het ook een beetje af te pellen op deze manier. Wat moet er nog verder toegevoegd worden? Heb jij nog iets, Robert? Ja, ik vind het altijd zo interessant van hoe gaat het dan gebeuren? Want nu leggen we het neer bij de opiniemakers of bij de politiek zelf. Is het niet ook gewoon vanuit de burger een enorme verantwoordelijkheid om eens een keer... Gaat het niet gewoon te goed eigenlijk nog op dit moment? Dat mensen gewoon niet gaan kijken van wat gaat er nou fout? Dus als je gewoon kijkt naar de wat er in Nederland gebeurt. Kijk, een heleboel Nederlanders hebben natuurlijk nergens last van. Die hebben een baan, die hebben een vast contract. Hun huizenprijzen zijn enorm gestegen. Dus weet je, die hebben gewoon geen idee waar we het over hebben. Want met hun gaat het fantastisch. Maar er is een steeds grotere groep, ook in coronatijd ontstaan. Die, weet je wel, paycheck to paycheck, hogere prijzen, koopkrachtverlies.
hogere huizenprijzen, hogere huurprijzen. Er is nog steeds een grote groep die het echt moeilijk aan het krijgen is. Alleen de mensen met wie wij, ik denk dat de mensen voor wie wij hier spreken, die zitten allemaal te kijken naar rare mannetjes. Net. Mijn huis is 3 ton meer waard geworden. Ik heb gewoon een vast contract. Waar hebben die jongens het over? In welke wereld leven die mannen? Dus er is een enorme tweedeling ontstaan. Die middengroep, de bovenkant van de samenleving heeft altijd goed gehad. Die middengroep wordt kleiner. In de zin dat met name de onderkant van de middengroep, die zakt naar beneden. Naar de mensen die het moeilijk hebben. Per dag, koopkracht staat echt onder druk in Nederland, hoor, al een paar jaar. En dat wordt niet beter. En allerlei andere voorzieningen. We hebben het hier ons gehad met Joris, jouw collega. Een huis. Ja. Dat wordt een ding. Hè? Waarom denk je dat de huizenprijzen gestegen zijn? Misschien te maken met gratis geld. En als de huizenprijs stijgen, de huurprijzen. Misschien te maken met gratis geld. Dus dat gratis geld, jongens, maakt veel meer kapot dan je lief is. En daar worden een aantal mensen, steeds groter groep mensen in Nederland, worden daar keihard mee gekocht. Zou een goede sieren-slogan zijn dan van die spotje op televisie. Gratis geld maakt meer kapot dan je lief. Je bent een rund als je met geld studeert. Ja. Ik heb nog wel één politicus daar iets over horen. Maar nog even naar jouw vraag terug. Moeten burgers zelfs daar niet mee komen? Kijk, ik denk dat als je gewoon kijkt hoe veranderingen in economisch beleid, in beleid in het algemeen tot stand komen en waar beleid op gebaseerd is. Het zijn uiteindelijk bepaalde ideeën, filosofieën van academici, vanuit de theorie. Het huidige economische beleid wordt heel erg gedreven vanuit een Keynesiaanse visie. En op een gegeven moment heeft dat Keynesianisme heeft politici overtuigd en burgers overtuigd dat de manier is om het te doen. Ik denk dat je niet kunt verwachten dat burgers die niet zich hier dagelijks mee bezig houden, dat die zelfstandig denken, nou, we moeten een ander systeem gaan opzetten. Dus het moet komen, denk ik, ik haal een beetje wat ik zei, maar ik onderbouw het een beetje. Het moet komen vanuit de centrale bankwereld zelf, van academici, van mensen die dat als waarnemers volgen, commentatoren, die daar op een andere manier naar kijken en dat communiceren. Kijk, dat zijn zelf niet de grootste communicatoren over het algemeen om bij een nieuwsshow aan tafel te gaan zitten. Dat is niet hun specialisatie. Dus je zoekt mensen die dat vervolgens kunnen, die het kunnen begrijpen, maar die het ook kunnen vertalen naar een veel bredere bevolking. Kijk, als de bevolking overtuigd ervan begint te raken dat het niet verstandig is om een begrotingstekort maar eindeloos te laten oplopen, omdat je het later op je bord krijgt. En je ziet dat ook. Hè? Ik denk als je nu in de verkiezingen uitlegt dat nu bezuinigingen nodig zijn, omdat het vorige kabinet van alles op de rails heeft gezet, waarvan je van tevoren wist dat het niet allemaal tegelijk kon. Hè? Dat je op die manier, dan moet je de geesten rijp maken voor een andere aanpak. En daar zijn het verleden natuurlijk voorbeelden van. Het wordt alleen vaak getriggerd. Wanneer zijn mensen er open voor? Ja, als ze ook zelf echt last ervan, aantoonbaar last van het begin te krijgen. Dus heel vaak is het ook pas op het moment dat de wal al een beetje bezig is het schip te keren. Alleen hoop je dat het niet het schip al vergaan is op het moment dat men begint in te zien dat het misschien anders moet. En de kans is groot dat in eerste instantie natuurlijk toch de vrije markt weer de schuld krijgt. Ja, en uiteindelijk het alleen maar leidt tot nog meer centralisatie en concentratie. Dat is natuurlijk op dit moment waar die wind totaal de andere kant op. Hè? Want de conclusie heel breed in de politiek en ook in de samenleving is dat we de laatste decennia een aantal problemen hebben gecreëerd. Vooral doordat we markten ongebreideld hebben laten werken. Dat is een totaal verkeerde diagnose. Het is juist, wij hebben aangegeven wat wij denken dat waar de oorzaken zitten. En dat is precies andersom. Dus wat ze nu, de conclusie die men nu trekt, er moet meer overheid zijn, meer regie van de overheid, is precies meer van hetzelfde en zal de problemen niet verminderen, maar vergroten, vrees ik. Nou ja, weet je, er is wel gesproken over vrije markten. Maar iedere keer als het zo'n beetje tegen zat, gingen we ingrijpen. Dus dat zijn geen vrije markten. Een vrije markt is als het tegen zit, moet je het laten lopen. Nee, zo'n 1% tegen, ingrijpen. En dat keer op keer op keer. En dan krijg je dit soort situaties. Ja, maar meer in een brede. Ga gewoon naar alle sectoren van de Nederlandse economie. Waar is er nou een sector waar de overheid echt op afstand staat, een beetje de ordening regelt, maar verder niet ingrijpt? Dus val je nog niet eens meevallen om dat te Absoluut. Ja. En het wordt alleen maar meer. Ja. Ja.
Duidelijk verhaal, man. Ik stel voor dat we gaan afronden. Kees, van jouw kant nog iets stichtelijks wellicht. Iets opbeurends. Tot een Ede zeggen wij dan, of dat is toch een Ede? Absoluut, ja. 20 oktober Ede. Ja. En nou ja, als kijkers nogmaals, 20 oktober Ede. Like ook even de video, volg het kanaal. En dan kunnen we dit soort gesprekken blijven maken met interessante gasten zoals Kees en Lex. Heren, bedankt. En graag gedaan. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Ja, bedankt. Kees, zullen we met elkaar ook een hand geven? Ja hoor.